Vrienden, even een relatietipje even tussendoor nog. Hey, want kijk hier, die Jut, ja, die zit nou te lezen, die is druk bezig, gewoon met Spaans leren of zo. In ieder geval, Jut, die kan af en toe last hebben van het moment en dat kennen jullie waarschijnlijk ook wel. Dan kan ze ineens zeggen van, ik wil eigenlijk een keer een goed gesprek met je. Ik wil eigenlijk wat meer diepgang. Oh, ik kijk uit voor dat woord, hè, vrienden. Ja, want dat kan zomaar gebeuren, hoor. Dan zegt ze, ik wil eigenlijk meer diepgang een beetje in onze relatie. Nou, en daar moet je nou zo verschrikkelijk voor uitkijken, want... Jongen, diepgang. Ja, ik zeg altijd tegen haar, dan moet je lekker naar de grotten gaan, dan heb je diepgang. Of een beetje in de mijnen gaan werken. Ja, dan heb je zat diepgang. Of ga naar Jacques Cousteau met zijn duikboot. Diepgang zat. En, ja, diepgang. Ik zeg, nou, dan moet je gewoon bij een eigenaar zijn van een baggerbedrijf. Ja, die heeft diepgang. Maar dat moet... Jongen, diepgang, vrienden. Geestelijk ben ik gewoon een pierenbadje. Dus ja, en dan kom je in vragen terecht. Ik heb er 1 keer aan meegedaan natuurlijk. Ja, die fout die maak je 1 keer. En ja, dan krijg je een vraag als van... Waar zie jij jezelf? Kijk, daar zit hè. Ze zit mee te luisteren, hoor. Waar zie jij jezelf over 5 jaar? En je op de begraafplaats, zeg ik dan. Nou, en dan wordt ze narrig, hoor. Ja, dan heb ik ineens een hele boze mevrouw in huis. En ja, dan krijg je vragen als van, omschrijf jezelf eens in 3 woorden. Nou, ik bedoel, dan krijg ik een wegtrekker van in mijn liezen van dat soort vragen. En dan zeg ik gewoon, nou, in 3 woorden, dom, dommer en domst. Dat is het. Nou, en dan hup. Dan krijg je... Doe nou eens een keertje serieus mee. Ik zeg, ja, ik probeer serieus mee te doen aan de diepgang. Weet je, daar zit het hem. Ja, je krijgt gewoon de meest vreemde en rare vragen. En dan krijg je... Dan zegt ze gewoon bijvoorbeeld... zou je mij ook wat... ruimte kunnen geven. Iedere relatie. Ruimte, vrienden. Als je ruimte wil, dan moet je lekker bij de NASA gaan werken. Daar hebben ze ruimte. Vrienden, de tip luidt dus, trap er niet in. Ga er niet op in. Want voor je het weet, zit je in een eindeloos gesprek. En je relatie wordt nooit meer hetzelfde.